Dit jaar zijn wij de jager. De concurrentie is gewaarschuwd. Ja, Kees de jager. Ja. Die zit toch allemaal. Laat die gozer nou eindelijk eens een keer naar de kapper gaan, man. Maar ze pakken hier 250.000 euro mee. Ze Ja. Nee, maar... Ja. Ja. Maar luisteren. Kijk, ik vroeg die voorzitter van jou bij Dordrecht. Kees de Braver. Kees de Braver. In zijn bedrijfskantine interviewen. Toen ging ik weg. Toen zei hij, hey, hier heb je een tientje voor de kapper. En, maar zo wordt er in de voetballerij gedacht, weet je wel. Ja. En als hij bij sponsors en zo komt, dan komt er toch een gekkie binnen. Gekkie binnen. Ja, dan krijg je ook allemaal vragen over jouw haar binnen, maar die komt niet binnen, hoor ik nou. Dus, over mijn haar binnen? Ja, ja dat het geverfd is. Wat? Nou ja, maar, of het echt is, staat hier, maar ik krijg hem niet binnen. Je hebt toch geen haarstukje, hè? Ik hoop niet dat jullie aan mijn haar zitten. Nou ja, mijn haar is dat alles, zou gek zijn, hè? Mijn haar is alles echt, de kleur is echt. Ik begin een heel klein beetje grijs toe en alles is echt. Lekker, maar Karin Jans uit Zevenhuizen vraagt zich of het een toupetje is, maar dat is dus niet zo. Ga er eens aan. Nou, trek er eens aan, René. Trek er wij twijfelen ook, zeg maar, tegen die mevrouw. Ja, Karin, wij twijfelen mevrouw, zou je even van mijn haar willen trekken? Ja? Ja. Kan je ook ergens anders aan trekken? Oh. Oh. Ik schaam me zo dat ik op mijn leeftijd hier aan meedoe. Ja, je moet er nog om lachen. Je vindt het nog leuk ook? Ja, dat is het mooiste van alles inderdaad. Oh, ja. Wat erg. Ja. Hoe diep kun je zinken? Ja. Zullen we nog even het vrolijke Feyenoord laten? Die Feyenoorders zijn er blij mee. Zullen we naar de reclame gaan? Nee, we gaan die vrolijke Feyenoorders er even bij. Die Feyenoorders. Ja, ja.